Appeltje eitje. Oh. Ja, die was goed, denk ik. Ja, jij kan ook bewaren, hè? Poeh. Kijk, Mike. Ja, tuurlijk. Na die vrije trap, jongen. Ja, die raakte hem wel eens verkeerd. Lekker veld. Die is de betere aanvoerder. Duurt lang. Oké. Okay. Alsjeblieft, jongen. Veld, dat is een. Ik had verwacht bij jezelf. Nee, ik doe het nooit mezelf. Wie heeft de beste humor? Veld, we gaan als een trein. Dit was een makkie, hè? Huh? Dit was een makkie, hè? Ik mag graag om jou lachen. Wie wordt er als eerste grijs? Appeltje eitje. Oh. Ja, die was goed, denk ik. Jij kent ook mijn vader, hè? Nee. Ja, ja. Dat is niet zo moeilijk. Ken je mijn vader ook? Nee. Nee, dat is maar goed ook. Anders had je nog getwijfeld. Nee. Lekker smelt, onze romanticus. Ja, ja. Kom je. Ook niet heel erg hoor, maar ik schaam Michael helemaal niet romantisch in. Wat is het meest romantische wat je hebt gedaan, man? Ik? Ja. Oh jongen, dat vraag je. Dat vraag je me wat. Poh. Het meest romantische? Poh, nee, daar kan ik echt niet op antwoorden. Geen idee. Ik heb 18 zo... wereldkampioen in mijn pool. Zo. Dat Messi's laatste WK is. Dat is wel vrij romantisch toch? Dat is heel romantisch. Oh, romantisch. Wie heeft de beste tackle? Ben je goed, jongen? Veld, we gaan echt lekker. Ja, joh. De rest hoeft niet meer te komen. Als je gewoon eerlijk bent, dan. Ja. Wie zou er later de beste trainer zijn? Oeh. Lekker, Mike. Ja, jij praat altijd... Jij mag wel assistent worden. Ja, als je dat leuk vindt. Ja, dat, of teammanager. Ja, ook goed. Wie is het knapst? Dat is makkelijk. Dat is ook goed. Lekker zeg. Lekker spel, dankjewel. Beetje zelfkennis. Wie pakt de meeste kaarten? Och, appeltje eitje. Wij zijn wel aardig eens, hè? Ja. Ik keek geen eens naar hem. Hoeveel nog? Wie gaat het langs door met voetbal? Gewoon qua leeftijd bedoel je? Ja. Lekker veel. Tot lang ga jij door dan? Ik ben al 3 jaar gestopt. Ja, dat is ook zo. Als niemand valt het af. Af en toe heb je vrij balletje. Dat is bizar. Dan kun je weer een paar jaar. Wie is het handigst? In wat? Huishouden. Huishouden. Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja, ben je ook niet handig? Nee, ik ben heel onhandig. Heel onhandig. Nee, ik ben... Wie werd er vroeger als eerste gekozen op het pleintje? Ook ja. Ik denk, jij was nog wel een beetje technicus vroeger, maar. Ja, maar. Als eerste. dat is ook wel weer wat, hè? Ja, dat dacht ik dus ook. Als dus eerste. Ik dacht, ja, maar jij had het toch. Jij woonde in Groningen, dat is een gisteren. Oh, god hoor. Jij komt in Amsterdam, maar niet zeggen. Bij ons hadden ze geen straat. Wie voelt zich het jongst? Ja, mag ik hopen. Kijk. Anders is het niet best. Ik voel mij een jonge god. Nu even niet met die knieën. Ja, wie is er sneller? Die had ik ook. Adem. Ja, dat moet jij zijn. Moet toch wel lukken. Ik ga achteruit.
Dit is geen slechte score. Hey, dit is echt goed, zomer is, dit is echt goed. Wij staan bovenaan nu, denk ik. Ik weet één duo, ik weet één duo die het hier heel lastig mee gaat krijgen. Wie dan? Ja. Ik heb die duo's niet allemaal gezien. Nee. Wie dan? Mark Diemus en Ole Romani. Oh ja. Die zijn constant in conflict. Ja, dat denk ik wel. Ja, 100%. Trotse jongens. Ja, trotse jongens. Ja. Wij niet, hè? Gewoon eerlijk zijn. Ja, zo is het. Kom er vers mee.